Du ved, hvad det er. Hoi, en leuk kijk naar deze nieuwe vlog. In deze vlog ga ik jullie laten zien of ik nog wel een beetje het leven heb buiten school. Ik ga nu dus eerst naar school toe en als ik vanmiddag thuis kom, dan zal ik jullie daarin meenemen. Als ik thuis ben, ga ik natuurlijk als eerste mijn jas ophangen. Dat is best wel logisch. En daarna pak ik iets te drinken en te eten. En dan ga ik even op mijn telefoon appjes beantwoorden, Insta bijwerken. Mijn moeder vroeg net wat ze wilde eten. En Annelien en ik wilden heel graag pizza eten. Dus wij gaan het nu even halen. Oh ja, we gaan wel op mijn moeders fiets. Dus Annelien moet wel in het zitje zitten. Vind je dat erg? Oké, gelukkig. Want ja, anders kunnen we de pizza's niet meenemen. Dus wij gaan nu even naar de Jumbo. Nou, we hebben de pizza's hoor. Het zijn echt heel veel. Nou, we hebben de pizza's. Kijk, het past. Ja, het past precies. Vervelende vind ik wel echt dat ik als het best wel laat thuis ben en dat ik natuurlijk best wel lang moet reizen. En als je dan laat thuis bent, dan kan je sowieso 's middags eigenlijk bijna nooit meer wat doen. Alleen dinsdag ben ik altijd best wel vroeg klaar. En 's avonds maak ik dus meestal mijn huiswerk of zo. Ik ben nog even huiswerk aan het maken. Dat hoort er helaas ook bij. En om eerlijk te zijn, hou ik echt helemaal niet van huiswerk. Maar ja, ik ga het nu even maken. Ik stel het ook altijd uit tot het laatste moment. Het is nu ook 8:30 en ik begin er nu pas aan. Dat is ook niet zo slim. Maar trouwens, de lucht is echt super mooi. Ik zal even het licht uitdoen, dan kunnen jullie het wat beter zien. Echt, de lucht is zo mooi. Dus ik ga nu even naar buiten. Want dan kan ik het wat beter zien, want de bomen zitten een beetje voor. En het is echt super mooi. Dus mijn huiswerk moet nog heel even wachten. Kijk, ik sta nu buiten. Kijk hoe mooi de lucht is. Wow. Op camera is het zelfs nog minder mooi, maar het is echt heel mooi. Ik ben nu alsnog zo. Ik weet niet wat Nijntje doet, maar ik ben nu alsnog mijn huiswerk weer aan het uitstellen. Hè? Kijk, Nijntje is ook denk ik lekker aan het genieten van de prachtige lucht. Toch, Nijntje? Nou, ik ga snel verder met mijn huiswerk. De zon is nu bijna onder. Je ziet hem echt heel langzaam zakken. Dat is op, hè? Zo is hij weg. Ja. Je hebt een kortje gehad. Ja. Nooit meer teruggegeven. Hij is bijna onder. Je ziet hem echt in de zee zakken. Echt gaaf. Ja. Heel klein stukje. En toen was hij weg. Het begint al een beetje donker te worden, maar het is ook best wel koud. Maar de lucht is echt mooi. Ja. En er zijn echt geen mensen meer op het strand. Het is echt rustig. Nou, wij zitten nu lekker op het strand en we hebben lekker eten. Ja. En we hebben net de zonsondergang gezien. We hebben echt heel gezien. Veel eten. We hebben chips, we hebben... Het is echt normaal. We hebben chocola echt van alles. We gaan het ook echt niet opkrijgen, maar ja. En nog drinken, dit is wel echt lekker. Ja. En de zon is nu onder. En we hebben nog even mooie foto's gemaakt bij de zon. Ja. Want het was echt heel mooi. Zo erg heel gezellig, maar het is wel koud. Ja, klopt. Nou, ik ben weer thuis hoor. Het was echt heel gezellig.
En morgen moet ik de hele dag werken. Dus dan moet ik weer vroeg op. Dus ik ga zo snel slapen. Ik heb dus vandaag de hele dag gewerkt. En ik vind het ook wel echt fijn als je gewoon echt een drukke schoolweek hebt gehad. Om dan weer lekker een hele zaterdag te werken. Want dan hoef je niet aan al die schooldingen zo even te denken. En alle opdrachten die je nog moet maken en zo. Want ja, als je aan het werk bent, dan kan je dat toch niet doen. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Elke week ziet er natuurlijk wel een beetje anders uit. En deze week heb ik op zich nog wel wat leuke dingen gedaan. Maar ik heb soms ook een week dat ik echt gewoon niks doe. Alleen opdrachten voor school. Of juist de week dat ik echt heel weinig hoef te doen voor school. Dus het is wel een beetje verschillend. Maar ik hoop dat ik jullie zo een klein beetje heb laten zien hoe mijn week er dus uitziet. Buitenschool om. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende week weer.